In de tentoonstelling Kleur als taal ontdek je wat kleur betekende voor kunstenaars Ethel Adnan en Vincent van Gogh. In deze serie gaan conservator Sarah Tas en educator Harma van Uffelen in gesprek met creatieve makers over de rol die kleur speelt in hun leven en werk. In de tentoonstelling laten ze zien welke kunstwerken hen inspireren. Hallo, hallo. Hi, goed dat je er bent. Ja, goed om er te zijn. Hoe is het? Goed met jou. Goed, goed. Hi. Hey. Ahmed Badman adviseert het Van Gogh Museum als beeldbreker met zijn verfrissende kijk op kunst. Deze zomer ronde hij zijn studie bouwkunde af in Delft. Daarnaast houdt hij zich bezig met calligrafie en het maken van documentaires. Ahmed verbindt graag beide werelden waarin hij is opgegroeid in zijn werken. Ethel Adnan is hierbij een inspiratie. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb een calligrafiewerk van mij meegenomen. Ik werd geïnspireerd door Vincent van Gogh en Ethel Adnan. Ethel Adnan hield zich natuurlijk bezig met taal. Ja. En daarmee ook de Arabische taal. Dat zie je heel veel in haar leporello's. Ik heb altijd al fascinatie gehad voor calligrafie. Omdat ik sinds kleins af aan al, zodra ik een moskee binnenkwam vooral, de muurschilderingen, de ornamenten, die spraken mij echt wezenlijk heel erg aan. En ik wilde dat in een modern jasje stoppen. Het lijkt enigszins op pop art. En Vincent van Gogh, wat er ook letterlijk in het Arabisch staat, symboliseert een andere cultuur, een mediterraanse cultuur. En hier probeer ik, wat ik ook zelf ben, van beide werelden het beste bij elkaar te brengen. Dus dat ik niet hoef te kiezen. Maar in dit werk ook van beide werelden, van dat westerse en van het mediterraanse, een harmonieus geheel van maak. Hoe is dat voor jou, die identiteit en die mengelmoes misschien van culturen? Ik zeg altijd, I don't have to choose. Ik hoef niet te kiezen. Ja. Ik voel me echt een wereldburger daarin. En ik ben uiteraard trots op mijn Turkse roots en mijn Nederlandse upbringing. En ik vind Ethel Adnan daarin toch wel echt een wereldburger, dat zij daar ook in uitblinkt. Hè? Ja. Ze is geboren in Libanon met een Syrische vader, Turks sprekende vader, Griekse moeder. Precies. Verhuisd naar Amerika, Parijs. Hè? Tussen alle werelden in, Ethel Adnan. Hoe heeft Ethel Adnan jou dan geïnspireerd om dit te gaan maken? Ik vind het fascinerend om in zo'n groot instituut als het Van Gogh Museum haar werken te zien met de Arabische taal. Dat geeft mij zelfvertrouwen. Naast calligrafie ben ik natuurlijk architect in spe. Ja. Ik rond mijn opleiding binnenkort hopelijk af. En ik vind architectuur, als je dat heel goed doet, ook een manier van kunst uiten en een kunstvorm. Grappig dat je dat zegt, want Ethel Adnan had eigenlijk ook architect willen worden. En misschien is dat ook, Sarah, de reden dat ik zoveel verbinding voel met de werken van Ethel. Dat ik die composities zo bewonder. Omdat soort van rangschikte van ruimte en vormen. Exact. Ze is naar mijn idee een ruimtekunstenaar ook. Laten we gaan kijken. Nou, let's go. Deze heeft jou dus het meeste aangesproken of geraakt. Ja, hier zie je natuurlijk die taal en kleur terug, wat ook in de titel voorbij komt, kleur als taal. En wat zij beschrijft in haar leporello's vind ik altijd heel fascinerend. Als ik het vertaal, zie ik de zoektocht naar wie zij is, naar haar identiteit. In dit geval gebruikt ze dus zowel kleur als taal daarvoor. Ja. Ze heeft hier voor deze leporello een eigen tekst geschreven, waarin ze reflecteert op kunst en natuur en allerlei verschillende inspiratiebronnen noemt ze hier. En ze heeft haar eigen tekst, die ze in het Engels schreef, laten vertalen naar het Arabisch. En dat heeft ze weer overgeschreven en geïllustreerd. En zo zie je maar dat ze doelbewust haar leporello's in het Arabisch wilde doen. Ja. Dus alhoewel ze haar schrift of haar gedicht in het Latijn had, wilde ze haar roots, in dit geval de Arabische taal, toch in haar werk hebben. Ja, de ontwerpen voor deze tapijten maakte ze eigenlijk al eind jaren 60. Mm-hmm. En ze vertelde een keer dat eigenlijk tapijten in haar jeugd, dat was de manier waarop je naar kunst keek. Er was in Beirut, er waren geen schilderijen. En ze zei ook van mijn vader, die keek eigenlijk naar tapijten zoals wij vandaag de dag naar Rembrandt kijken. Uit het dorp waar mijn vader vandaan komt, wordt het dus ook nog steeds traditioneel
tapijt geweven. En ik vind het altijd heel fascinerend als ik door het dorp loop of de straten, om al die ambacht te mogen zien. En grappig genoeg, het motief de motieven die hier nu op mijn vestje zitten, zouden ook zomaar traditioneel op een Turks tapijt kunnen. En ik heb dit aangedaan omdat het van mijn onlangs overleden opa is, die in Zuid-Turkije is opgegroeid. En omdat we het toevallig ook over identiteit hadden en onze roots, vind ik het alleen maar mooi dat ik zoiets vanavond aan heb. Ja. Je verwachtte dat je wat bij zou leren. Is dat ook gelukt? Zeker weten. Eten Adnan is toch wel echt van alle markten thuis, zou je kunnen zeggen. Ze heeft echt zoveel verschillende middelen ingezet en verschillende media. Leporello's, wandtapijten, schilderingen, gedichten. Dat realiseerde me ik eigenlijk vandaag toen we samen door de tentoonstelling liepen. Hoe veelzijdig het allemaal is. Ja. En hoe uiteenlopend haar interesses waren en daarmee ook de uitingen van haar kunst. Ja. Ja. Ja, mooi. Dat was heel leuk. En we zien elkaar vast snel weer. Ik vond het ook hartstikke leuk, dankjewel.